Ik ben Henk Herman Nap, senior onderzoeker bij Filans. Filans is het landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg. En we zijn er voor de ouderenzorg en voor de gehandicaptenzorg. Ik ben daar expert e-health en heb ook een visitingpositie bij de TU Eindhoven, bij de Mens-Techniek Interactiegroep. Ik hou me heel veel bezig met implementatietrajecten, onderzoekstrajecten op het gebied van e-health. En eigenlijk beginnen we dan altijd natuurlijk bij de vraag, de vraag vanuit de zorg. Dus waar is behoefte aan? Een voorbeeld waar we al vrij lang mee bezig zijn, vanuit freelance ook, is leefstijlmonitoring. Leefstijlmonitoring bestaat eigenlijk uit een netwerk van passieve infraroodsensoren. En die zijn weer gekoppeld aan het internet. En een mantelzorger of een zorgprofessional kan dan inzicht hebben in het leefpatroon van een persoon thuis. Dus dat zijn die passieve infraroodsensoren. Nou, die werken eigenlijk hetzelfde als de sensoren in een buitenlampje. Hè? Dus eerst, het is eigenlijk ook een soort van zelflerend systeem. Dus het gaat eerst een aantal weken leren hoe gedraagt een persoon zich in huis. Hoe laat gaat hij uit bed? Hoe laat is hij in de keuken? Hoe vaak gaat hij naar de keuken op een dag? Dus hoe varieert dat eigenlijk over de tijd? Mocht het nou zo zijn dat er echt grote veranderingen zijn, dus bijvoorbeeld iemand gaat vaak uit bed 's nachts, dan wordt er eigenlijk een melding gegeven ook naar die zorgprofessional of die mantelzorger van hé, er is afwijkend gedrag. We hebben onlangs een heel mooi traject afgerond waarin we die leefstijlmonitoring hebben gekoppeld aan een sociale robot. Dus dan versterk je eigenlijk beide technologieën. De sociale robot die krijgt wat meer inzicht in het leefpatroon. En die sensoren hebben eindelijk een keer een speaker die kan praten met de persoon thuis. Hè? Dan is het niet alleen maar monitoring. Dus ja, die koppelingen van de verschillende technologieën, daar zie ik ook zeker een toekomst in. En wat je natuurlijk krijgt, is dat we steeds meer bezig zijn eigenlijk met data. Hè? En we verzamelen ontzettend veel data. En dus ook die toekomst ook van de AI, de Artificial Intelligence. En om zeg maar kennis en betekenis te halen uit al die data, ook onder andere uit leefstijlmonitoring. En dat te gebruiken weer voor preventie, vroegdetectie van problematiek, et cetera. Ik zie daar wel in de komende 5 tot 10 jaar een enorme boost in. Heel veel technologieën werken vrij goed. Maar als je kijkt naar implementatie en opschaling, nou, dan is dat die technologie is maar een heel klein stukje van die verandering. En de grootste verandering die moet toch in de mensen zitten. Dus het is ook een stukje scholing, verandermanagement. Dat kost jaren. En dat begint natuurlijk al bij de opleidingen. Ik denk wel dat we op een keerpunt zitten. En ook vanwege de noodzaak. Dus als je kijkt nu naar de tekorten in personeel, ook in de langdurende zorg. De complexiteit van zorg die geleverd wordt. En ook steeds meer thuis. Hè, zie je dat die noodzaak steeds groter wordt. Nou ja, en als eenmaal de grote noodzaak is, dan zie je ook wel vaak weer een versnelling, hè, in innovatie. Dus ja, ik hoop dat we daar in de komende 5 tot 10 jaar wel aan toe zijn.